welkom bij deze nieuwe video. Jongens, hoe lang geleden is het dat jullie mij hebben gezien met mijn haren los? Ik ben zo lui geworden de afgelopen tijd qua mijn haar. Ik heb gewoon geen zin om het allemaal te doen. Het is so much effort. Dus ik doe mijn haren gewoon vaak in een hoge knot. Maar vandaag heb ik het gewoon los, want because I just felt like it. En ik ben ook vandaag extra enthousiast, want hoe lang geleden is het ook dat ik gewoon een oldschool make-up test video heb gemaakt. Dit soort video's zijn echt mijn fave video's. Vroeger op mijn kanaal maakte ik ook echt een bandje los van dit soort video's, want ik hou ervan. Mijn kanaal is al vanaf het begin echt vooral een testkanaal, dus ik hou van dingen testen. En niet alleen make-up, maar ook kleding, skincare, haarproducten. Ik hou ervan om nieuwe dingen te testen. Dus ik ontving dit pakketje van NYX Cosmetics en ik dacht, ik ga deze nieuwe make-up testen. Ik heb dit pakketje al wel 2 à 3 weken geleden ontvangen, dus ik weet niet in hoever het nog echt heel nieuw is, maar ik wil het toch gewoon allemaal gaan proberen, want het zijn wel echt een aantal leuke producten en alles is gewoon nog te koop. Alles wat ik ook vandaag gebruik staat weer beneden in de beschrijving, like always, voor als je iets wilt kopen. En ik heb vandaag veel te doen. Ik heb nog gewoon een hele werkdag. Ik moet in de avond nog naar een vriendin, dus ik hoop dat de make-up goed gaat zijn. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Als je dit soort video's leuk vindt, laat het me even weten in de reacties. En dan zal ik er zeker meer maken. En vergeet ook niet te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn beauty video elke zondag om 12 uur. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, een aantal dingen die ik altijd al doe voordat ik elke video begin is mijn wenkies. Die heb ik al gedaan. Jongens, ik heb ineens random, magisch, is dit wenkbrauwpotloodje verschenen op mijn bureau. Ik weet niet hoe die hier is verschenen. Hij is van Essence. Het is de Micro Precise Pencil. Hij lag hier ineens. Ik heb helemaal geen herinnering aan dat ik hem hier heb gelegd ofzo. Misschien heeft mijn moeder hem gevonden en hem hier neergezet in de kleur 05 Black Brown. En ik heb hem gewoon gebruikt. En kijk hoe mooi mijn wenkjes zijn. Hij is wel wat zacht. Ik vind het vaak wat fijner als wenkbrauwproducten wat harder zijn, omdat het dan wat beter blijft zitten. Maar kijk hoe mooi mijn wenkjes zijn. I love it. En deze is waarschijnlijk super goedkoop. Ik mis wel een spoelie. Dat vind ik, dat is het enige wat ik minder vind. Maar ik vind het niet heel erg, maar ik vind hem echt heel fijn. Dus echt een aanrader. Oké, er zijn dus een aantal dingen die ik altijd doe voordat ik überhaupt aan mijn video begin. En dat zijn dus mijn wenkjes en ook een lipbalmpje. Ik heb nou geen lipbalmpje op, want in de box zitten ook wat lipproducten. En één daarvan is een soort van lipbalm. En die wil ik eerst gaan opdoen. En dat zijn deze sticks. Dit zijn de NYX Fat Slick Click Oil Shiny Lipbalmpjes. Ik vind ze er zo cute en handig uitzien. Ze zijn gewoon heel handig. Handig voor to go. Ik heb een heleboel kleuren ontvangen. Waaronder dus deze. Ik denk gewoon dat deze een clear kleur is. Dus geen kleur. Dat die gewoon een balm is zonder kleur. Dus ik wil deze eventjes aanbrengen. En misschien kom ik nog aan het einde van de video eventjes terug op deze. Als we aan de lippen gaan beginnen. Je moet dus klikken. Obviously. Dat is ook letterlijk de naam. Nou is hij hoog genoeg. Dus deze. Oh! Hij heeft wel een kleur. Hij is een beetje zo iridescent. Of hoe het ook heet. Holographic. Oh, dat is wel een leuke touch. Het is naar mijn mening ook niet te veel. Je moet wel best wel veel klikken. Oh, hij voelt heel dikker aan. Ik moet wel zeggen, ik had liever gewild dat het geen kleur afgaf. Want dan had ik hem echt gewoon letterlijk als een lipbalm kunnen gebruiken als ik geen make-up op heb. Nou vind ik het toch iets te kleurrijk voor als ik geen make-up op heb. Zoals je kunt zien, ik zou dit niet doen. Maar met gewoon een misschien een wat meer neutrale make-up look kan het wel echt heel leuk zijn. Hij is heel dik. Ik hou van een dikke lipbalm namelijk. Ben ik overbelicht? Ik heb het gevoel dat ik ben overbelicht. Ik ga even mijn licht iets lager doen. Misschien ben ik helemaal niet overbelicht. Ja, ik denk dat dit iets beter is. Als mijn gezicht overbelicht is, kunnen jullie de make-up niet goed zien. Dus het is heel belangrijk dat jullie de make-up goed zien. Oké, dan ga ik terug in mijn doos. En dan is het volgende wat ik zie eigenlijk een product die ik niet echt gebruik. Maar misschien jullie wel. Sowieso één van jullie. Dus ik ga het alsnog laten zien. En dat zijn nog meer sticks. Dit zijn de NYX Cosmetics Pro Fix Sticks in 5 kleuren. En dit zijn dus allemaal van die corrector sticks. Ik gebruik geen corrector sticks. Ik heb nooit echt het gevoel dat ik die nodig heb. Ja, trouwens misschien wel zo'n peachy kleur voor hier. Dus die ga ik nou wel gebruiken. Een groene stick is handig als je rode roosheden hebt in je gezicht. En dit soort sticks zijn handig gewoon om wat oneffenheden te bedekken op je gezicht. 2 voor een lichtere huidskleur en eentje voor een donkere huidskleur. Ik zie niet heel vaak correcte sticks voor een donkere huidskleur. Dus heel leuk dat NYX die ook heeft uitgebracht. Ik ga gewoon eventjes alleen maar deze aanbrengen. Want nogmaals, ik gebruik eigenlijk dit soort sticks nooit. Maar ik wil het gewoon wel even proberen voor jullie. Ik heb wel echt hier donkerheden en daar zijn dit soort sticks dus handig voor. Dus ja, laten we het gewoon aanbrengen. Misschien ga ik nou iets hebben van, oh, dit is zo mooi, dit ga ik gewoon voortaan gebruiken. Maar
Mijn make-up en looks hebben al zoveel stappen. Ik weet niet of ik echt heel veel zin heb in nog een stap erbij. Maar whatever. Ik blend het gewoon uit met mijn vingers. Je moet het echt deppen. Want als je het helemaal gaat vegen. Ja, je veegt het dan gewoon letterlijk gewoon uit. De stick is niet te dik. Vind ik fijn. Correcte sticks zijn altijd wel wat dikker. Omdat het echt voor kleine specifieke oneffenheden zijn vaak. Dus ja, die moeten gewoon goed worden bedekt. Dus daarom zijn die vaak wat dikker. Dus je hoeft ook niet per se heel veel aan te brengen. Ik heb nou eigenlijk wel best wel veel aangebracht. Maar dat hoeft dus niet. Oké, ik denk dat het precies is gebeurd wat ik niet wilde. I think I'm hooked. Het heeft mijn donkerheden helemaal... Hoezo stond ik hier niet eerder bij stil? Deze staan er letterlijk onbekend om donkerheden weg te werken. Ik klaag altijd over mijn donkere binnenste ooghoeken. En het kwam nooit gewoon even in me op om deze misschien onder mijn concealer aan te brengen. Af en toe zijn dingen gewoon zo obvious dat het gewoon te obvious is en je het niet meer opmerkt. Zie je dit verschil? Oké, ik wil niet heel dramatisch gaan doen. It's just make-up, maar ik wil het gewoon aanbrengen voor jullie. But I think I'm hooked. Oké, ik heb volgens mij verder geen gezichtsproduct. Ik ga even mijn gezicht aanbrengen. Dat klinkt heel raar en dan ben ik zo bij jullie terug. En daar ben ik weer. Ik heb me dit helemaal opgemaakt. Tenminste, mijn gezichtsmake-up. Ik ben nog steeds in shock over hoe helder nou mijn binnenste ooghoeken zijn. Dit ding. Ik weet niet waarom ik altijd alles laat vallen. Deze stick is echt geweldig. We gaan verder met de box. Het voelt echt alsof ik zo'n magische box open of zo. Ik heb hier in de aanbieding oogschaduw en oogpotloodjes. Dit is het NYX Cosmetics Ultimate Warm Neutrals Shadow Palette. Met 16 prachtige warme bruine kleurtjes. En dan heb ik hier ook nog de NYX Cosmetics Vivid Rich Mechanical Eyeliners. Ik denk dat ik met dit paletje en deze oogpotloodjes echt wel een mooie look kan maken. Ik ga gewoon iets forceren waarbij ik gewoon letterlijk al deze drie kleuren kan gebruiken. Ik ga stuk. Ik wilde hem zo openmaken en er staat hier gewoon een poot op. Ik ga stuk. Ik ben benieuwd waarom ze dat hebben gedaan. Is dat misschien gewoon omdat ze willen laten zien dat ze die vriendelijk zijn of zo. Dit is dan het paletje. Hele mooie neutrale kleuren. Ik ben echt een warm neutrals girl. Dit zijn echt gewoon mijn go-to kleuren. I love it. En ook een mix van glans en mat. En ik zie hier ook allemaal pootafdrukken en zo op. Misschien is het een beetje een animal-achtige vibe. Deze paletjes van NYX hadden ze al in een andere verpakking. Ik denk dat ze gewoon hebben vernieuwd. Ik vind deze verpakking wel ietsje mooier, ietsje leuker. En ook wat handiger. Die andere was best wel dik, was een dik blokje. Terwijl deze is wat meer plat, wat meer smal. Dus ja, als ik er zo naar kijk, vind ik ze al leuk. Ik hoop dat de kwaliteit ook net zo goed is of misschien beter. Oké, komen jullie een beetje naar hier? Jullie zijn nou wel heel dichtbij. Maar ja, jullie moeten gewoon de make-up goed zien. Het is belangrijker dat jullie de make-up goed zien dan dat ik er goed uitzie. Oké, nou laten we gewoon maar gelijk van start gaan. Ik heb dus al wimpers, want dit zijn wimper extensions. De kwasten die ik altijd gebruik, veel mensen vragen welke kwast ik gebruik. Ze zijn bijna allemaal van Zoeva. Zoeva is echt mijn go-to kwasten brand. En ik heb ook gewoon hun grote set. Dus ook voor een beginner als je een hele set zoekt. Ze zijn niet goedkoop. Dat niet. Maar ik vind ze echt waard. Ik heb ze al 2-3 jaar of zo, denk ik. Ik moet ze misschien al onderhand vervangen. Maar goed. En ze zijn nog echt goed. Deze kwast. Dit is de kwast Zoeva 228 Luxe Crease Kwast. Dit is de ideale kwast voor in je crease en om snel aan te brengen. Dus dit is mijn meest gebruikte kwast. En hij is echt amazing. Waarschijnlijk is hij ook gewoon los te koop. Dus dat is altijd wel fijn. Hij is schoon. Ik weet dat hij er niet per se schoon uitziet. Maar hij is schoon. Ik ga eerst even deze lichte matte kleur aanbrengen met gewoon een grote kwast over mijn hele oog om het ietsje meer mat te maken en ietsje lichter. Dan heb ik al wat meer lichte neutrale basis. Dan gaan we in met de matte neutrale kleur, deze hier. En die gaat in mijn hele crease. Dit wordt dus een vrij makkelijke ooglook obviously. Mooie neutrale kleur is dit. Hij is ook niet te warm. Dat vind ik ook wel fijn. Het hoeft ook niet allemaal warm te zijn. Een beetje mixen met op zijn minst 1 of 2 neutrale kleuren is altijd wel mooi. En ik trek het altijd zo naar buiten door. Voor een beetje een glift effect. Deze krul hier, ik weet niet waar die mee bezig is, maar hij wil niet mee krullen. Dan gaan we het een beetje opwarmen met deze kleur hier. Die breng ik ook nog gewoon met deze kwast aan. Maar ik ga een beetje meer in de buitenste ooghoek zitten. En ik blijf een beetje onder die andere kleur. Ik ga niet zo hoog als dat ik net ging. Maar je hoeft niet eens van kwast te veranderen per se. Heel veel pigment. Ik ga even mijn kwast een beetje schoonmaken. Want er komt echt heel veel pigment vanaf. Een wimper valt gewoon uit. Het wil hier niet helemaal lekker mee blenden. Oké, ja. Nou is het gewoon goed uitgeblend. Oké, top. En dan pak ik weer die grote kwast van in het begin. En dan ga ik even de randen een beetje extra uitblenden.
blenden. Het blendt exact uit als hoe ik eigenlijk gewoon gewend ben van NYX Cosmetics. Het is niet het beste, maar voor de prijs is het echt wel gewoon oké. Okay. I like it. Zal ik het nog donkerder maken of zal ik het gewoon zo houden? Ik wou maar dat jullie mij gewoon direct konden antwoorden. Ja, de donkste kleuren zijn denk ik deze en deze. Maar de een is niet per se donkerder dan de ander, maar gewoon meer anders. Het is gewoon een andere soort kleur, dus... Ik denk dat dit eigenlijk wel gewoon zo prima is. Dus ik hou het gewoon zo. Oké, ik ga even iets heel geks proberen. Ik wil gewoon deze groene kleur gaan aanbrengen een beetje op mijn ooglid. Dat zou ik normaal niet doen. Maar ik wil hem gewoon per se gebruiken en aan jullie laten zien. Het is de kleur Emerald Empire. En het is gewoon echt een hele groene kleur eigenlijk. Ik ga het gewoon zo aanbrengen als een soort van cut crease ofzo. Daar is hij echt helemaal niet voor hoor eigenlijk. Mooie groene kleur. Matcht ook mooi met... De bruine kleuren. Het is wel een vrij droog oogpotloodje. Je kunt beter gewoon een groene oogschaduw aanbrengen hoor jongens. Dit doe ik nou echt puur alleen omdat dit een testvideo is. Ik heb al heel lang geen kleur meer op mijn oogleden gedragen. Terwijl echt vroeger, ik maakte de meest kleurrijke looks ook hier op mijn kanaal. En nu echt helemaal niet meer, ook omdat ik dus eventjes was gestopt. We gaan gewoon verder. Welke kleur gaan we aanbrengen? Ik neig gewoon weer naar mijn fave kleur. Nee, ik denk dat ik voor wat donkerder ga. Ik denk dat ik gewoon voor deze kleur ga. Een beetje bruin. Die ga ik gewoon aanbrengen op het groen. Ik weet niet of het groen helemaal gaat bedekken. Ik denk het wel. Oh nee, het groene popt het nog wel een beetje tussenuit. Zien we dit? De glanzende kleuren zijn niet heel glanzend. Het is echt gewoon een everyday paletje. Dus het is gewoon voor de girl die gewoon everyday er een beetje mooi uit wil zien. En niet allemaal too much. Dat vind ik op zich ook wel fijn. Ik hoef er ook echt niet... altijd als een glitterboom uit te zien. Glitterboom, alsof die bestaat. Het was wel leuk geweest als er een glitterboom zou bestaan. Maar ja, ik dwaal weer af. Je kunt nog een heel klein beetje het groene eronder zien. Zie je dat? Maar eigenlijk niet echt meer. Dan ga ik in met deze gouden kleur. Die gaat in mijn onderste waterlijn. En wat ik nou altijd doe, is ik breng het niet alleen aan in de waterlijn, maar ook een tikje eronder. Want als het een beetje je huid aanraakt, dan wordt het wat feller. Dan heb je meer die pop. Dan pak ik weer de kleuren die ik heb gebruikt in mijn crease. Dus deze donkere kleur eerst. En dan blend ik het uit met deze kleur. Zo, en dan even snel een beetje mascara op de onderste wimpers. Ik vind deze look niet per se mooi zonder eyeliner. Dus die ga ik wel een beetje aanbrengen. Deze is ook van NYX. De NYX Eyeliner Pen. Super fijne pen, by the way. Heb ik niet nieuw hoor. Deze had ik al. En dan nog dit lichtere kleurtje. Oh, de gouden kleur trouwens. Dat was de kleur Amber Stunner. En deze lichtere kleur heet Quartz Queen. En deze kleur ga ik dan aanbrengen een beetje in de binnenste ooghoeken. Oeh, deze is heel fel. Zie je dat? En dan ga ik ook nog in met, even kijken. Ik ben aan het twijfelen. Ga ik voor de glans of voor... Nee, ik ga gewoon voor de glans. Deze lichte glanzende kleur. En die gaat dan ook in de binnenste ooghoeken erbij. Ook een heel klein beetje onder mijn wenkies. Voor een gelift effect. En that's it jongens. Wat vinden we van de look? Het is vrij simpel. Maar wel echt heel mooi. Het brengt toch wel je make-up look echt naar een next level. Jullie zijn weer een beetje uitgezoomd. Het voelt toch wat prettiger aan. Oké, ik ga nu beginnen aan de lippen. Ik heb een aantal lipproducten. Maar ik wil eerst even nog een van deze kleurtjes gebruiken. Welke kleur zal ik gebruiken, jongens? Zal ik gewoon gaan voor de felle kleur? Gewoon schijt gewoon deze roze kleur. Dit is de kleur Thriving, nummer 8. Ik ben benieuwd hoe fel die gaat zijn. Want het is wel een lipbalmpje. Nou, moet ik weer een uur gaan klikken. Het klikken is alleen in het begin eventjes zoveel. Wie is me allemaal aan het appen, joh? Oké, hij is wel fel. Ook al is het gewoon een soort van lipbalm. Oké, het is wel echt fel. Kijk, je hebt wel allemaal van die velletjes. Die moet je er wel even afhalen ofzo. Ja, jongens, het is wel gewoon. Het zijn wel echt gepigmenteerde lipbalmpjes. Dit is echt niet mijn kleur. Ik heb hier de kleur nummer 6, Hits Different. Deze kleur vind ik heel mooi. Dit is een meer nude kleur en hij heeft een glitter erin. Die van net had geen glitter, de roze. Deze heeft een klein beetje een glitter. Voor deze stick zou ik echt gaan voor de lichtere kleuren. Want het is een best wel dikke balm. En als het dan een felle kleur is, is dat gewoon niet zo mooi. Voor een felle kleur zou ik gewoon gaan voor een liquid matte lipstick of een normale lipstick. Ik vind het misschien nog meer naturel dan deze, eerlijk gezegd. Heel mooi, I like it. Dan heb ik hier nog een aantal lipproducten. Ik heb hier de NYX Cosmetics Dark Plump Lip Glosses. En ik heb hier de NYX Cosmetics Line Loud Lip Pencils. Deze ga ik combineren. Ik ben heel blij met deze lippotsenloodjes, want bijna al mijn nude lippotsenloodjes zijn op. Dus ik ben heel blij met deze. Ik ga ze even gewoon allemaal openmaken. Deze openmaken is altijd zo'n gezeik. One eternity later. Oeh, het was echt een workout om deze lippotsenloodjes om het plastic eraf te halen, zeg maar. Maar goed, ik vind de kleuren heel mooi. Echt van die neutrale kleurtjes. Ik denk dat, even kijken, deze
waarschijnlijk het beste gaat zijn voor mij. Maar misschien is hij te licht, maar whatever, we gaan het controleren. En dan heb ik hier deze. Ik had ze al gezien online en ik was er al benieuwd naar. Ik vind ook de naam echt hilarisch. Dakplamp, oftewel duckface. Zo noemen we altijd die vrouwen met van die overdreven, dikke, neppe lippen vaak. En er staat ook echt zo op extreme sensation. Dus dit zou je een extreme plump moeten geven. Daar hou ik van. Ik hou van mooie of volle lippen. Dus ik ben benieuwd. Een rode, paarse en een beetje een roze kleur. Ik ga eerst dan beginnen met een lippotloodje. Ik denk dat deze het beste gaat matchen. Dit is de kleur Leave a Legacy. Deze kleur lijkt gewoon op mijn natuurlijke lipkleur. En hij is super creamy. I love it. En dan ga ik denk ik gewoon in met deze. Een beetje meer nude kleur. Dit is de kleur 13 Peach Out. Oeh, hele grote applicator. Oeh. Oké, is wel heel peachy. Maar ja, het is ook goed daarna. Hele fijne applicator, by the way. Echt de ideale shape voor lippen. Dit is echt de perfecte peach kleur. Toen ik hem aanbracht had ik wel even iets van, oh stop, maar nu ik het gewoon helemaal heb uitgesmeerd, is het echt wel mooi. Het is echt de perfecte peach kleur. Hij voelt ook best wel dikkig aan, het is een dikkigere lipgloss. Voel ik een sensatie? Ik ben die van Too Faced gewend, die hebben echt een heftige sensatie. Dus vergeleken met die vind ik al het andere helemaal niks, maar ik voel wel wat, maar ik vind de extreme sensation warning die erop staat wel misschien een beetje overdreven. Maar ik snap waarom ze het hebben gedaan. Marketing-wise is het heel slim. Ik ga heel eventjes wachten of ik toch iets meer sensatie voel. Want het begint iets meer te worden. Oh ja, ja jongens, het is aan het oplopen. Ja. Oké, ja. Je voelt wel echt wat branden. Maar niet heel extreem hoor. Het is gewoon oké. Oké, I like it. Ik ga gewoon voor de grap ook even deze rode proberen. Gewoon lekker voor de grap. Gewoon omdat het leuk is. Want ik heb ook echt absoluut geen haast ofzo. Zal ik gewoon deze combineren dan met deze? Wat donkerdere kleur. Dit is de kleur Make a Statement. Leuke naam ook. Ja, hele mooie warme kleur met een beetje een rode ondertoon is dit. En dit is de kleur nummer 14, Hall of Fame. Oké, die is echt rood, ja. Heb ik hier nou gewoon de perfecte vampy lip gecreëerd? Ik vind hem heel mooi, want hij is echt bloedrood, zeg maar. Net als mijn nagels. We matchen. Ik hou van een bloedrode kleur. Ik hou niet zo van die wat lichtere, fellere rode kleur, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik hou echt van deze beetje meer vampy, donkere rode kleurtjes. Als je het echt combineert met gewoon echt een feller rood lippotloodje, dan wordt het wat meer rood. Maar ik hou van deze meer ombre look. Ik vind het heel mooi. Oh, wow. I like it. En dan de laatste kleur was deze meer paarsige kleur. Kan die wel even swatchen. Is de kleur 12 Bubblegum B. En dit is een beetje een rozige kleur met een paarse ondertoon. En dan heb ik hier nog iets waar ik best wel enthousiast over ben. Deze spray. Dit is de NYX Cosmetics de Marshmallow Setting Spray. En waarom ben ik enthousiast over de spray? Want ik ben super enthousiast over deze primer. De NYX Marshmallow Primer. Ik heb die ook een keer in een video laten zien en erover verteld. Maar de Marshmallow Primer is zo fijn. Ik heb hem letterlijk ook al helemaal opgemaakt. Hij maakt je gezicht heel mooi smooth. I love it. Dus ik ben heel benieuwd naar de sprayversie. Want die heb ik nog nooit gehad of gebruikt. Matte finish. Het heeft dus een matte finish. Als een spray nieuw is, altijd even eerst in de lucht sprayen. Want de eerste paar sprays zijn vaak gewoon van die straaltjes. En als je die straaltjes sprayt op je gezicht, dan verpest je je make-up. Dus doe dat altijd eerst even zo in de lucht. Oeh, het heeft ook echt die lekkere zoetige marshmallow geur. Ook een hele fijne spray. Ik hou van NYX sprays. Ik heb ze allemaal. Ik heb toevallig gisteren heb ik ook de matte versie gebruikt. Misschien is dit gewoon deze matte versie met een ander geurtje. Ik hou echt van een geur. Ik hou van een zoete geur. Ik ben een fan van zoete en bloemachtige geurtjes. Mijn gezicht was al vrij mat. Dus ik kan niet precies zien of het echt heel mat heeft gemaakt. Ik ben echt heel blij met het eindresultaat. Ik ga de make-up ook de hele dag ophouden. Ik ga het niet bijwerken. Het is nu 11 uur in de ochtend. Kijk, 10 voor 11 in de ochtend. En ik ga deze make-up letterlijk ophouden tot ongeveer 10, 11 uur vanavond. Dus we gaan zien hoe het gewoon blijft zitten. Ik ga er vanuit gewoon goed. Oeh, mijn lippen zijn lekker aan het branden, jongens. Ik ga wel deze lipkleur eraf halen, want het is niet echt appropriate. Dus wat ik ga doen is, ik ga deze aanbrengen. En dan met dit lippotloodje. In de kleur No Equivalent. Equivalent, volgens mij. Deze. Nou jongens, het is vandaag super goed gegaan. De winnaar van vandaag, super onverwacht, maar is echt deze stick. Ik zie echt verschil, wauw. Normaal doe ik af en toe zelfs gewoon 2 concealers op om het te bedekken. En dat hoefde nou helemaal niet. Jongens, deze lip
gloss is nou echt aan het branden. Het brandt gewoon in mijn mond. Ik voel het gewoon hier in mijn keel. In ieder geval, dit is echt de winnaar van vandaag. I love it. Ik vond eigenlijk vandaag alles wel gewoon goed. Waar ik denk ik het minst enthousiast over ben. Niet per se omdat het slecht is, maar is dit paletje. Maar omdat dit gewoon een paletje is. Er zijn 100 van dit soort paletjes in verschillende categorieën. Dus dit paletje is voor mij niet iets waarvan ik zeg, hier moet je echt voor uit bed. Voor de rest vond ik alles oké. Okay. Gewoon prima oogpotloodjes. Prima lipsticks. Prima lippotloodjes. En deze vond ik ook gewoon fijn. Dus alles was eigenlijk gewoon top. Maar ik ben echt het meest enthousiast over deze. En ook wel stiekem over deze Duckface lipgloss. En vooral deze kleur. Of voor de diehard fans die tot het einde zijn gebleven. Jullie krijgen lekker bonus op materiaal. Want ik ga nog even dit aanbrengen. Met deze. Dit is dus in de kleur 6 Hits Different. En dit lippotloodje is een beetje een bruinige kleur. In de kleur No Equivalent. Oh echt jongens, ik neem alles terug over dat deze niet zo brandde. Het brandt gewoon wel heftig. Oh, hij is een beetje afgebroken. Oh nee. Nou ja, maakt niet uit. Ik heb gewoon een puntenslijper. Aparte kleur. Het is een hele cool toon. Lichte, neutrale kleur. Dus voor alle meiden met een lichte, neutrale huidskleur. Of een koele huidskleur. Een lichte, koele huidskleur. Gaat deze fantastisch zijn. Voor mij is hij misschien toch een tikkietje te licht. But it's all good. En dan weer lekker deze opdoen. Super neutral. Love it. A few hours later. Ik zit in de auto. Even een snel update over mijn make-up. Jullie hebben net gezien hoe die lipbalm gewoon is afgebroken. Omdat het dus een kliksysteem is en je ook niet kunt terugklikken. Als je dus gewoon iets te veel klikt, breekt die gewoon af. Dan is het gewoon te veel. En het is een super zacht product. Misschien toch net een tikje iets te creamerig. Creamerig. Jullie begrijpen wat ik bedoel. Dus het had ietsje harder moeten zijn. Vooral omdat je hem dus niet terug kunt klikken. Maar voor de rest is hij wel echt super zacht en fijn. Je hoeft hem ook niet echt bij te werken. Wel als je eet en drinkt. Dan wel. Maar daarvoor hoefde ik hem niet echt bij te werken. So I like it. De oogmake-up zit ook nog gewoon goed. Alles zit gewoon nog goed. A few hours later. Oké, jongens. Het is echt laat. Ik sta nu in de badkamer. Ik pak even mijn andere phone om te laten zien hoe laat het is. Kunnen jullie het zien? Het is 22:50 s'nachts. Dus mijn make-up zit de hele dag erop. Ik heb niks bijgewerkt. Ja, de lipstick is er nou wel een klein beetje vanaf. Maar het zit nog eigenlijk best wel goed voor zo'n creamy product. Ogen zijn nog helemaal top. Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk zelden problemen met oogschaduw. Die blijven eigenlijk altijd wel gewoon goed zitten. Wat heb ik allemaal getest? Oh, die spray. Mijn gezicht is echt nog mat. Ik heb wel een droog gezicht. Maar die wordt alsnog wel af en toe een beetje vettig. Vooral mijn neus. Maar ja, het heeft de make-up gewoon wel echt goed laten blijven zitten. De wenkjes, jongens, ik ben in shock. Ik vond het wenkbrauwpotloodje van Essence wat zacht. En meestal gaat het er dan best wel snel af. Maar ze zitten echt nog goed. Mijn make-up zit echt nog goed. I love na zo'n lange dag. De binnenste ooghoeken zijn ook niet per se gaan creasen. Dat vind ik ook heel fijn. Dus jongens, deze make-up 10 out of 10. Nou, of vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!